Dit is Joep, de camper Border Terrier. Altijd op zoek naar een nieuw avontuur met de camper. Ga je met ons mee op avontuur met Joep, de Border Terrier? Mooie landen, veel natuur, met Hans en Jan aan het stuur. Op avontuur, Border Joep, ga mee op camperreis met Border Joep. Ga mee op avontuur, Border Joep, en wij gaan mee. Het was vandaag geen lange etappe in onze roadtrip naar Valencia. Via een waanzinnig mooie kustroute, via Cap Sabert en Portbou, zijn we Spanje ingereden en aangekomen op de camperplaats van Roses. Onderweg hadden wij tijd om met onze Joep een heerlijke wandeling te maken bij Platje del Boro. Vanmiddag gaan we Roses bezoeken en via de boulevard naar het leuke centrum van de stad. Jan, dan moet je heel even in de kamer weer kijken. Want dan kunnen we vertellen dat we hier in Roses lekker op het terras zitten. En we krijgen zometeen ook nog wat te eten als het goed is. Een vriendelijke Spaanse mevrouw vertelde ons dat we rustig in de winter op het strand mag lopen. Onder voorwaarde uiteraard dat je de rommel opruimt die die eventueel maakt. Maar Joep vond het heerlijk en die kon heerlijk langs het strand even rennen. Hier vertrekken we met Joep voor een wandeling door het prachtig mooie dorpje Pals. Een prachtig oude stad, gebouwd op een heuvel met allemaal kleine straatjes en steegjes. We keken onze ogen uit en het is eigenlijk best wel heel erg mooi dat je dat in de tijd kan doen dat er weinig toeristen zijn. Je kan in alle rust de stad bekijken. Overigens heeft het ook wel een nadeel dat er weinig toeristen zijn, want er is erg veel gesloten in de stad. We zitten zoeken naar een leuk terrasje, maar uiteindelijk hebben we die gevonden en genoten van een heerlijke Spaanse lunch. Zoals de beelden van het stadje laten zien, is een bezoek aan Pals zeker de moeite waard. Mooi kerkje zo, hè? Het sfeervol muziek, vond je dit?
hier de varkenskoppen in de tuin doen is niet helemaal duidelijk. In combinatie met de barbecue lijkt het lot van de dieren wel bekend te zijn. En zo zijn wij weer terug bij de camperplaats van Pals. Een prima plek om de camper te parkeren, de stad te bezoeken en een heerlijke rustige nacht te hebben. Een aanrader. De omgeving van Pals leent zich voor het maken van een heerlijke wandeling. Joep heeft van genoten, kon er heerlijk snuffelen en loslopen. We stonden wel voor een dilemma. Mogen we hier nou wel of mogen we niet doorlopen? We zijn ongehoorzaam geweest en hebben onze weg vervolgd. Bovendien was Joep niet van plan om terug te gaan en leek hier te zeggen van joh, kom op, we gaan verder. De beslissing om door te lopen had wel het vervolg dat het de weg met hindernissen werd. We moesten ons een weg banen door passages en stekels en hardgras om een doorgang te vinden naar een weggetje wat we zagen liggen. En zelfs Joep moesten we even oppakken, omdat de harde grassen te veel hinder voor zijn buikje veroorzaakten. Maar uiteindelijk, hoe ziet het, daar is hij weer, is het hem gelukt en konden we onze weg vervolgen. Wanneer je besluit terug te gaan, moet je soms Joep overtuigen dat hij ook omdraait. Maar goed, hij luisterde en liep met ons mee terug naar de camper. Onze volgende stop is Tossa de Mar in onze etappe naar Barcelona in onze roadtrip naar Valencia. En zo wandelen we naar het oude centrum van Tossa de Mar. Zo, gearriveerd in Tossa de Mar. Achter mij zien jullie het mooie historische centrum. En we gaan, voordat we dat gaan bezoeken, gaan we eerst even een kop koffie drinken. En dan gaan we nu het oude centrum van Tossa de Mar inwandelen. I'm gonna play you.
Amor, amor, amor. Zo kwam ons bezoek aan Tossen dat maar weer ten einde en toen kwamen wij terug op de prima plek waar je de camper kan parkeren in de stad. Tossen dat maar, bezoek waard.